Hey, het is Valentijnsdag, maar bovenal de release van twee games, For Honor en Sniper Elite 4. En met die laatste game gaat nu iets spannends gebeuren. Er gebeurt iets om het hoekje. Het is heel spannend. Oh jee! Hallo! I understand. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Do you understand? Yes, sir. Louder, do you understand? Yes, sir. Right. It's Valentine's Day. It is. Did you already receive something? Yeah, a rose. Yes, sir. Yes, do sir. Do you understand? Yes, sir. Did you already receive something for Valentine's Day? No. Yes, sir. Oh, yes. Because here I am. Hi. Hi. Sorry, wrong hand. Oh, this is yours. Wauw. Ik denk dat er een bom in zit. Ik denk dat zo meteen heel X-scherm plat gaat. Wauw. Weer een roos. Nog een roos. Are you impressed? No. Of course. Yes, sir. Thank you. And of course, it's a hard copy of Sniper Elite 4. Especially for you. Yeah, thank you so much. And there's a letter. Lieve Rox, Cupido heeft je dit jaar scherp in zijn vizier. Ja, woordgrap. Een schot in de roos en hopelijk uren gameplezier. Speciaal voor deze Valentijnsdag ben ik blij dat ik je van een van deze custom Sniper Elite 4 press kits geven mag. Liefs KF. Nou, cool. That's me. De game. Top. Spelen. Ja. Goed, het zit erop. Het pakketje is overhandigd. Sniper Elite 4 ligt nu dus in de winkels. En als je afvraagt wat deze kist is, je kan het misschien zien. Maar hier hoort natuurlijk een sniper, een sluipschutgeweer in te zitten. Want dat doe je in de game. Mensen snoeihard op afstand een kogel in een kop raken, in hun testikel raken, in hun longen raken, noem het allemaal maar op. Je kan het zo gek niet verzinnen of het kan. Nou ja, wegens vergunningen kon het geweer natuurlijk niet meegeleverd worden. Maar een roos is ook tof. Immers, schot in de roos.